Dit verhaal is al meer dan 100 jaar geleden gebeurd in Noord-Amerika. Het speelt zich af tijdens de trek van de Amerikaanse kolonisten. Dat waren boeren die van het oosten naar het westen van Amerika trokken. Ze reisden in hun huifwagens, getrokken door ossen, naar dat westen, dat toen nog voor het grootste deel een onbekend en onontgonnen land was. Alleen daar wilden de pioniers voortaan wonen en aan een nieuwe toekomst bouwen. Onder deze kolonisten bevond zich de voortrekkersfamilie Seeger, bestaande uit vader en moeder Seeger, hun kinderen John, 14 jaar oud, Frances van 11, Louise 12, Catherine 9 jaar oud, en de kleine zusjes Mathilda en Busy. Vader Harry Seeger wilde samen met andere pioniers het nieuwe land ontginnen, Amerika groot maken. Maar het werk van de pioniers was gevaarlijk. Ze moesten hun weg zoeken langs de paden door dieren gebaand, langs de sporen door indianen gevormd. En de indianen zagen bij hun komst niet lijdzaam toe. En ook de natuur in die wildernis van het verre westen was wreed en gevaarlijk. Op een gloeiende middag van juni in het jaar 1844 zaten onder het koele poortgewelf van de toren van Fort Laramie 3 mannen te praten. Fort Laramie lag 667 mijl van de laatste voorpost van de bewoonde wereld op de route naar Oregon en Californië. Een van de mannen was Fitzpatrick, de bekende gids en pelsjager. En hij was juist bezig aan de facteur Boudot, dat is de beheerder van het fort, en de bevelvoerende officier van de kleine gouvernementsbrigade, te vertellen hoe hij op zijn weg van het rotsgebergte naar het fort kleine partijen Sioux-Indianen op het oorlogspad had weten te omzeilen, toen een kleine Dakota-Indiaan op een prairiepony woest door het poortgewelf kwam binnenstuiven. Oef, blikgezicht! Zwarte adelaar, breng een bericht! Rode krijger, welkom in Fort Laramie. Welk bericht brengt Rode Broederhond? Hele Dakota-dorp op weg naar hier. Emigranten wel daar aankomen. Verspieders ons op de hoogte gebracht. Waarom brengen Rode Broeder ons deze tijding? En waarom uw dorp op weg naar Fort Laramie? Opperhoofd 5 kraaien van plan zijn feest te vragen aan trekkers. Oef, wij hebben gezegd. Ik heb nog eens zo'n feest gezien, Boudo. Het is niks anders dan een hondsbrutale afzetterij. Die arme slobbers hun laatste ponden koffie en meel afhandig maken. Dat durven ze. Treiteren is het. Nou, wat wil je, Fitzpatrick? Als die vervloekte indianen hun zin niet krijgen, gebeuren erge dingen. Een boer die de wildernis intrekt, is het krankzinnigste schepsel dat ik ken. Tja, je hebt gelijk, Boudo. Een farmer die de wildernis intrekt met vee en een ploeg en een wagen vol schreeuwende kinderen is het waanzinnigste schepsel dat op 2 benen rondloopt. Die groene ezels die trappen in ieder geval. Als er maar 1 ratelslang op een mijl afstand is, dan kun je er zeker van zijn dat ze een beet krijgen. 'S nachts laten ze hun zadels en tuig over een disselboom hangen. En de volgende morgen vinden ze flardeleer door de wolven stuk geknaagd. Ik weet het, Patrick. Groene ezels zijn het die van toeten nog blazen weten. Ja, ze weten niet hoe ze hun vee bij elkaar moeten houden. En 's nachts slapen hun wachten in en laten aan de Indiaanse paardenrovers vrij spel. Ze overladen hun wagens en op de rotsgrond breken hun assen als zwavelstokjes. Ze verdrinken in stortbuien, ze verdwalen in zandstormen. En als er ergens een plekje drijfzand is, kun je er zeker van zijn dat ze erin vast komen te zitten. Bij nachtvorst klapperen hun tanden en overdag brandt de zon hun het vel van de rode neuzen. Toch heb ik de grootste bewondering voor die trekkers. Onverschrokken zijn ze zeker. Ze zoeken niet alleen voor zichzelf een nieuw leven en een nieuw land, maar een land dat eens in de toekomst bewoond zal worden door een welvarend en talrijk nageslacht. Door een grote, groeiende Amerikaanse natie. Het is ook alleen het gemis aan ervaring, commandant, dat vele offers van hen zal vergen. Ook ik bewonder hun keihard doorzettingsvermogen.
maar ze kunnen nog geen blinde buffel doden als staat die vlak bij hun op het spoor. Want hun klein kaliber geweren zijn alleen maar goed voor prairiehonders. Ze krijgen de koorts als ze water drinken uit buffelpoelen. En ze krijgen de pip als ze van iets anders moeten leven dan van koffie en koek en vet spek. Tja, het is een mirakel als ze levend aan de andere kant van de bergen komen. Man, daar heb je ze. Huh? Dat zijn de trekkers niet. Het zijn de indianen. De voorsten hebben de rivier al bereikt en storten zich in het bruisende water van de Laramie. De Dakota-indiaan heeft gelijk. Het hele Dakota-dorp komt op ons af. De rivier krioelt van indianen, honden en paarden. De rivier is wel wild en bruisend, maar in dit droge voorjaar nergens dieper dan een meter. Ze hebben al hun hebben en houden meegebracht. Handig zoals de indianen hun paarden bepakt hebben. De lange tentpalen aan weerszijden van de pakzadels. En hun bagage in een mand opgehangen tussen de palen en een eindje achter de staart van het paard. Die indianen die zo razendsnel op hun paarden door de menigte heen schieten, zijn de strijders. Ze naderen de andere overal met de vrouwen bovenop de pakzadels. Zodra ze hun tenten hebben opgeslagen, kunnen we ze hier verwachten. Binnen een uur zullen de mannen zich wel melden. Alle donders, daar komt de trek. Ik kan ze alleen door mijn kijker onderscheiden. Vier lange kolonnes ossenwagens met witte huiven tel ik. Duizenden stuks vee aan mannen te paard. Moeizaam en hardnekkig vorderen ze over de golvende heuvels in het oosten. Ja, daar heb je ze. Die bosboeren in de prairie. Die juffershondjes in het hol van de leeuw. Die groene nieuwelingen in de wildernis van het westen. Een uur later bereikten de eerste wagens de rivier. Zonder een ogenblik halt te houden of te aarzelen, plonsden ze erin, zwaar en lomp. Langzaam en log liepen de trekossen tot aan hun hals kwabbend in het snel stromende water, beklommen daarna moeizaam de andere oever. De voerlui schreeuwden en lieten de zwepen klappen. De wagens bolderden zwaaiend over de stevige oeverrand. De karavaan kwam regelrecht op het fort en het Indiaanse dorp aan, totdat op ongeveer een kwart mijl afstand de wagens in een cirkel reden en halt hielden. Die avond, in de heerlijke koelte en met door de open poort het uitzicht op een helder rode zonsondergang boven de heuvels, zat op het binnenplein van het Fort Laramie een groep mannen te praten. De gezichten stonden zonder uitzondering ernstig, bijna somber. De gids, de facteur en Fitzpatrick voorspelden de trekkers het verdere verloop van hun tocht. Ja, kijk eens man, je zult haast geen gras meer vinden voor je vee. En je zult bitter weinig buffels aantreffen op je route. En waar willen jullie van leven? En hoe stel je je voor met je verzwakte dieren die zware wagens over de bergen te transporteren? Wat dokter Whitman het vorig jaar gedaan heeft met zijn karavaan, dat kunnen wij nu ook doen. En gemakkelijker nog, want hij heeft de weg voor ons gebaand. Onze wagens zullen het spoor van zijn wagens volgen. En zo zullen wij er komen. En zo zullen er velen na ons komen. De valleien van Oregon zullen bezet worden door ons volk. En onze kinderen zullen daar gelukkig zijn. Ja, Henry Sager, 14 dagen hebben we nou gereisd van onze standplaats Independence af. En onze eerste verrukking heeft plaatsgemaakt voor een zekere weemoed. We zijn door zandverstuivingen gekomen en droge woestijnen. Indianen hebben ons vee en paarden afhandig gemaakt. Er zijn doden in de achterhoede gevallen. De hoeven van vele dieren zijn zo gesleten dat ze er moeilijk op voort kunnen. Hoe moet dat in de toekomst gaan, Sager? We hebben de helft van de route nog niet achter de rug. En het zwaarste deel moet nog komen. En toch moeten we volhouden, man. Ach, dat... En we zullen Oregon bereiken. Ik wijs jullie nogmaals op het voorbeeld van dokter Whitman. Wat hij heeft gekund, moeten wij toch ook kunnen? Zeg, Sager, laat een deel van je vee hier achter. Je kunt van ons daarvoor in de plaats pakpaarden en muilezels krijgen. En we willen ook wel wat koffie en suiker afstaan. Ja, koffie en suiker. Als iemand ons 3 maanden geleden had verteld dat we ons kostelijke vee nog eens tegen koffie en suiker zouden ruilen, zouden we hem in zijn gezicht hebben uitgelachen.
Maar nu hebben die zaken voor ons een wonderlijke bekoring. We nemen uw voorstel aan. We kunnen niet weigeren. Want het feest dat de Dakota's ons afpersen... zal ons wel zeker onze eigen voorraad koffie en suiker kosten. Ja, jullie bent met je zware karavaan ook te veel blootgesteld... aan de aanvallen van de Indianen. Hun houding wordt steeds dreigender. Ze voelen dat het ernst gaat worden met de blanke invasie. Als het gouvernement niet gauw een krachtiger houding gaat aannemen... dan zullen we hier de ene ellende naar de andere hebben. Luister zeker. Jullie pakt de Indianen niet verstandig aan. Door je angstvalligheid moedig je hen aan. Daardoor stel jullie jezelf bloot aan werkelijk gevaar. Maar laat ze je tanden zien. Wees waakzaam, stoutmoedig. Neem een houding van zelfvertrouwen aan in hun tegenwoordigheid. En je zult zien dat je er heel draaglijke buren aan hebt. Maar je veiligheid hangt af van het ontzag dat je zelf weet in te boezemen. Ja, het is een wijze raad, Fitzpatrick, maar niet gemakkelijk te volgen. Wij horen thuis in de bossen, op een farm. Wij zijn dapper, maar onwetend en onervaren. Wij weten niets van het land en zijn wilde bewoners. In de onafzienbare prairie, op de eenzame hoge buffelvlakte... en in het gebergte voelen we ons verloren. Sommigen van ons hebben slecht water gedronken. Mijn vrouw is eraan overleden. Buikloop? Ja. Neem me niet kwalijk, mannen. Ik moet nou naar het waterkamp toe. Hij heeft een klein dochtertje van 3 jaar. Buikloop? Gevaar voor besmetting? Ja, hoe eerder je vertrekt, zeker hoe beter. Als ik jullie was, dan zou ik als dat bliksem voortmaken. Je weg is nog lang en je wilt toch voordat de winter invalt op de plaats van bestemming zijn, niet? Tot Fort Hall valt de reis niet mee. Maar ik raad je, laat een deel van je vee achter. Koop er wat paarden voor in de plaats en bouw zo mogelijk een deel van je zware wagens om tot 2-wielige karren. Waarmee je sneller en lichter uit de voeten kunt komen. We zullen erover nadenken. De volgende avond was het feest voor de Indianen. De trekkersvrouwen, hoewel dodelijk vermoeid, hadden brood en koek moeten bakken. De mannen zaten te wikken en te wegen hoeveel tabak ze zouden moeten afstaan. Maar de kinderen verheugden zich als dollen op het feest. De Indianen feesten, ze dronken, riepen en zongen. Deze ontmoeting met de Dakota's was tenminste vreedzaam verlopen. 3 dagen later trokken de immigranten verder. Een deel van het vee bleef achter. 35 pakpaarden en 16 muilezels met pakzadels, wat koffie en suiker, had Boudot ervoor in de plaats gegeven. Wat zeg je ervan, Fitzpatrick? Prachtvee! Er zijn echte durms bij. Dat is hier anders onbetaalbaar. Jij bent met de lip, Boudot. Die paarden van jou, die houden het niet uit in de bergen. Moet je het die tobbers onnodig moeilijk maken? Donders nog een toeter heb je de poppen weer aan het dansen. Daar, een van de wagens is gekanteld. De as is kennelijk gebroken. Zie je wel, hun materiaal deugt niet. Op dit terrein is het sterkste nog niet genoeg. Maar kon ik ze maar helpen. Maar hoe? In het jaar 1844, dus ruim 100 jaar geleden, trok een grote karavaan Amerikaanse kolonisten, boeren die van het oosten van Noord-Amerika, dat toen nog voor het grootste deel een onbekend en onontgonnen land was, in hun huifwagens met paarden en vee naar het westen, om daar een nieuw leven te beginnen. Na een moeizame tocht door de onbegaanbare prairies en bergen, bereikte de karavaan het fort Laramie, gelegen aan de rivier van die naam,
op de route naar Oregon, het doel van de reis. Na een rustpoos van 3 dagen trokken ze verder. Ze volgden de boogvormige loop van de rivier de North Platte en na een dagenlange, vrij voorspoedige tocht werd het moeilijker toen ze de snelstromende rivier zelf moesten oversteken. Een doorwaadbare plaats was niet te vinden. Er moest gezwommen worden. Iemand moest een lijn aan de overkant brengen waarlangs als 4 ponten de wagens de rivier zouden kunnen oversteken. Het was gevaarlijk, want in het midden van de brede stroom wervelden verraderlijke zuigende draaikolken. Er werd op een hoorn geblazen. Vrijwilligers voor. Was ik maar ouder, Francis, wat zou ik het graag willen proberen? Hey, het kan er wel zeker van zijn dat ze jou geen kans zullen geven, John. Zou niemand durven? Toch, Francis, vader komt naar voren. Vader kan het best tegen de stroom opnemen. Henry Seger, jij niet. Maar waarom ik niet en een ander wel? We kunnen dat niet toestaan, Henry Seger. Als vader van een groot gezin mogen we je dat gevaar niet laten lopen. Is er dan niemand van de jongeren die de overtocht durft te wagen? Bravo, daar komt Walter. Geef mij de lijn, Seger. Aan de overkant lijkt me een goede landingsplaats. Ja. Maar hij gaat schuin tegen de stroom in. Ja, natuurlijk. In het midden zouden die vier hem en zijn paard wel stroomafwaarts dringen. Oh, dat paard zwemt goed, hè? Walter heeft zich van zijn paard laten glijden en zwemt ernaast. Het duurt lang. En dan te bedenken dat straks alles eroverheen moet. John! Francis, hier komen. Mee helpen de wagens klaarmaken voor de overtocht. En de ossen afspannen. Ja! Ja! Ze hebben de overkant bereikt. Hij heeft het gehaald. Ja, 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 ja. Walton is al bezig de lijn vast te leggen. Nog een ogenblik, mannen, en hij zal het zijn geven dat de overtocht gemaakt kan worden. Luister goed, mannen. Zodra de wagens aan elkaar bevestigd zijn, kunnen ze langs de lijn het water in. Vrouwen en kinderen blijven in de wagens. Daarna komt het vee. Voorop 5 ossen. Met aan de stroomafwaartse kant van elke os een man om de richting aan te geven. En te zorgen dat ze de rechte lijn houden. Vervolgens worden de koeien, muilezels en alles het water ingedreven. Goed begrepen, mannen. Begrepen. Vader, vader, mag ik mee met de ossen? Heus, vader, ik kan het. En mijn paard Meri zwemt prachtig. Ja, goed, jongen. Ik geloof ook dat je het zal kunnen. Dank u, vader. Jij durft, Tom. Zou je voorzichtig zijn, Tom? Doe niet zo kinderachtig, Louise. Ik ben nou een man. Het paard Meri zwom schitterend. De ossen zwommen goed. Alleen de os Clarice deed onzeker. Toen ze bijna op de helft waren, begon het dier af te drijven in de richting van de wagens. John nam een besluit. Hij liet zich uit het zadel zakken en greep naar de kop van de os. Maar voordat hij besefte wat er eigenlijk gebeurde, zoog een draaikolk hen beiden naar beneden. Hij wist niet waarom. Maar hij dacht opeens aan het zachte gezicht van zijn moeder en aan de doordringende bruine ogen van zijn vader, zoals die hem onderzoekend en toch vol vertrouwen hadden aangekeken. En nu,
Nu ging hij verdrinken. En hij zou ze nooit meer terugzien. Francis en Louise en Kitty en iedereen. Iedereen. Opeens voelde hij daaronder in het water iets zwaars tegen zich aanstoten. Zijn hand zocht steun. Het was de harige schonk van zijn os. Langs de zij van het dier kwam hij naar boven. Hij had Clarus willen redden. En hoe had Clarus hem gered? Aan de andere oever wachtte zijn paard Mary geduldig op hem. John besteeg haar niet. Hij keek nauwelijks op of om. Hij viel neer in het gras naast zijn paard dat even het hoofd boog. En hij sloot de ogen. Zijn vader vond hem een uur later diep in slaap. De trek ging voort. Ze passeerden de schilderachtige rode bulten, twee hoge ronde rotsen aan de linkerhand. Hier stroomde de rivier door een diepe kloof, de vuurpas, waar enkele jaren geleden een gouvernementsexpeditie in een hevig gevecht met indianen was omgekomen. De trek ging hogerop met zijn 68 wagens. Ze waren verdeeld in 17 groepen, elk van 4 wagens. Iedere groep reed om de beurt vooraan. De zon steeg hoog aan de hemel. Het was warm en benauwd onder de dik bestoven huiven. Tegen de middag begonnen overal de kinderen te kibbelen en te drensen. Maar in de wagen van de familie Seger was er ook nog iets anders aan de hand. John, die urenlang in de stekende zon naast de kop van het voorste span ossen had gereden, kreeg van zijn vader het bevel de dokter te halen. De dokter was de veearts. Een echte dokter hadden de trekkers niet bij zich. Inmiddels reed Henry Seger zijn wagen uit de rij. Hij hield halt. Alle kinderen uit de wagen. Buffelmest bij elkaar halen en vuur aanmaken. Louise moet zoveel water koken als ze kan. Ja, vader. Ik zal je helpen, Louise. Als jij de grote ketel bij het watervat zet, achter de wagen, dan zal ik hem vullen. Ja, dank je, Francis. Hier zijn we, Seger. Ah, dank je, Doc. Wilt u direct naar mijn vrouw gaan? Ik ga met u mee. Goed. Nou, we zullen wel een heel eind achterop komen, John. Je ziet in de verte alleen maar de dikke stofwolk van de caravan. Niks aan te doen, Francis. We moeten wachten tot het nieuwe broertje of zusje er is. Ja, maar gevaarlijk is het. Achterblijvers lopen de kans aangevallen te worden. Oh, maar waar wij vandaan gekomen zijn, is de horizon helder. Niks te zien als de wagensporen van de karavaan en duizenden hoefsporen. Puh, het is een vreemd gezicht in die uitgestrekte eenzame prairie. Je kijkt niet goed, Francis. Huh? Daar, een heel klein stofwolkje in de verte. Huh? Dat moeten indianen zijn, dat kan niet anders. Vader! Vader! Ja, John, daar recht vooruit, die stofwolk! Indianen. Alle kinderen, behalve John en Louise, onder de wagen. Ja, vader. John, hier, je geweer. Pak aan, Louise. Jij zorgt voor de 3 reservegeweren. Ja, vader. Denk om, ze zijn geladen. En hier leg ik de kruithoorn, lood en de laadstokken. Zijn de kinderen onder de wagen, Francis? Ja, vader. Jank niet zo, Katie. Maar idioot dat je bent. Mathilde en Lizzie zijn zoveel kleiner als jij. Die houden toch ook hun mond? John. Help even deze zak meel op die 2 lege watervaten te leggen. Ja, vader. 1, 2. Ja. Zo. En dan kom je met Louise erachter met mij. En denk erom dat je niet uit je dekking komt. We schieten opzij, langs en ertussendoor. Louise, jij laat de geweren als we ze afgeschoten hebben. Ja, vader. God help ons dat jonge leven te beschermen. Het is trouwens niet gezegd dat hun bedoelingen kwaad zijn. En onze geweren zijn deugdelijk. John? Ja, vader? Schiet niet te vroeg. Laat ze vlakbij komen. We zullen je wel roepen, dokter. Als we het zonder jou niet af kunnen.
zijn er een stuk of zes. Maar ze kunnen gelukkig nergens dekking zoeken. Er is geen struikgewas. John, stel je voor dat er nou iets zou gebeuren met de baby. God helpen ons dat jonge leven te beschermen, heeft vader gezegd. Ja. We zullen doen wat we kunnen. Eén van hen draagt een geweer. De anderen hebben pijl en boog. Nog niet, John. Nu! Raak, vader! Ah, ook nummer twee uit het zadel, John. Kijk, kijk, die ander grijpt hem nog juist vast. Hij trekt hem voor zich op zijn paard, ziet u wel? Ja, ze trekken weg, John. Ze hebben hun eerste gewonde ook opgepikt. Ze zijn verdwenen. Indiaanse veerovers. Het zal ze zijn tegengevallen. Kom, John. Ja. Help mij deze zak meel weer in de wagen brengen. Ja. Oh, vader, er is een pijl ingeschoten. Kijk maar, het meel sijpelt eruit. En, kinderen, jullie mogen nu allemaal binnenkomen. Oh. Oh. En Mathilde en Lizzie, ik zal jullie omhoog tillen. Ja. Oh, dan kunnen jullie allemaal je nieuwe zusje zien. Geluk gewenst, Henry Seger. Ik schat er op 9 pond. Een geweldig kind. Een geweldig kind? Hoor je dat, John? Het is belachelijk klein in moeder de paarse wollen omslagdoek. Een nieuw zusje, Francis. Een heel klein zusje. Ik zal het tegen alles beschermen. Knielen, kinderen. God, wij bevelen dit kind in uw bescherming aan. Haar naam zal zijn Independencia. Wat betekent onafhankelijkheid. En zij zal gedoopt worden in het nieuwe land. In het dal van de Columbia. In Oregon. Amen. Laat in de avond rolde de wagen van de familie Seger het kamp bij de Wilgekreekbron binnen. Bij de tent van de gids zat in het schijnsel van het vuur de raad van vertrouwensmannen in vergadering. Henry Seger liep op hen toe. Mannen! Mannen! Ons is een nieuwe baby geboren. Dankzij God maken moeder en kind het goed. Haar naam is Independencia. Henry Seger, wij alle verheugen ons er hartelijk over en wensen je van harte geluk. Ja, Independencia Seger is de eerste huifwagen baby van onze karavaan, Seger. Het moge haar goed gaan. Na een kort oponthoud en na een dagenlange moeizame tocht bereikte de karavaan van voortrekkers in de zomer van 1844 het kamp bij de Wilgekreekbron. Intussen was er in de huifwagen van de familie Seger een meisje geboren, Independencia genaamd. En hadden John en zijn vader een kort gevecht geleverd met Indiaanse veedieven die gelukkig op de vlucht gedreven werden. De trek ging weer verder. Er gebeurden nu iedere dag ongelukken met de wagens. De onderstellen en het tuig hadden langzamerhand zoveel geleden in het ruwe terrein dat telkens assen bezweken, dissels braken, banden van de wielen liepen. Maar de dappere mannen en vrouwen vorderden toch. En elke dag bracht hen dichter bij het beloofde land. Ze reden zuidelijk om de Independence-rots heen, een van de grootste merkwaardigheden op hun route. Er stonden namen ingegrift van trappers en ontdekkingsreizigers met de data erbij.
Harry Seger nam als zijn zoons John en Francis mee naartoe. Hij liet hen afstijgen en met de hoed in de hand de inscripties lezen van die dappere mannen, die vaak alleen of in kleine troepen de grote gevaren van dit land hadden getrotseerd om de weg te verkennen voor allen die na hen zouden komen. Der eenzaamheid noemen ze deze rots wel eens. En kijk, jongens, hier staat: de Oregon Compagnie kwam hier aan op de 26e juli 1843. Het vorige jaar dus. Het was de eerste karavaan pioniers die met wagens dit land is doorgetrokken. Jammer dat Dr. Whitman niet zelf zijn naam hier heeft kunnen achterlaten. Waarom, vader? Wie was dat? Dr. Marcus Whitman is een zendelingdokter. Oh. Die werkt onder de Indianen in Wailaputi, in het dal van de Columbia. Oh. Hij vecht voor zijn droom dat Oregon Amerikaans land zal worden. De Engelsen van de Hudson Bay Compagnie zitten ons daar dwars. Ze zouden maar wat graag zien dat het Brits grondgebied werd. En de Indianenstammen die daar leven van de jacht verwensen ons vermoedelijk beide. Maar Whitman voorziet dat duizenden en duizenden Amerikanen een gelukkig bestaan zullen kunnen vinden in de vruchtbare dalen en valleien van de Oregon. Vandaar dat hij hier een jaar geleden met bovenmenselijke inspanning een spoor gebaand heeft voor de eerste landverhuizers. God geve dat zijn werk niet voor niets mogen zijn. Moet hij Independencia dopen? Ja. Ja. Als we zijn zendingspost bereiken, zullen wij hem vragen onze Independencia te dopen. Maar kom jongens, we moeten naar moeder terug. Ze maakten die dag een goede mars en sloegen voor zonsondergang hun kamp op in het gezicht van de Duivelspoort. Terwijl moeder en Louise de dikke plakken buffelvlees voor het avondeten roosterden boven het vuur van buffelmest, lag John op zijn buik in het gras te turen naar die vreemde poort, waarachter de hemel nog bloedrood was van de ondergaande zon. Het was een kloof in een granieten bergrug, nauw en met steile wanden. En daar in de diepte stroomde de rivier. Moeder? Ja, John? Mag ik daar morgen bovenop klimmen, moeder? De zuidelijke top van de Duivelspoort. Dat moet je vader vragen, John. Maar denk je dat het mag? Als Willy Ford mee wil? Dan denk ik het wel. Hier, neem nu maar eerst deze plek geroosterd vlees om op krachten te blijven. Want die zul je morgen wel nodig hebben. En denk erom niet je vingers aflikken. Als we weer een huis hebben, moeten we jullie weer manieren leren. Nou, dat is van later zorg, moeder. En buffelvlees is lekker, dat is de hoofdzaak. De volgende morgen in de vroegte, 2 uur voordat de karavaan zich in beweging zette, gingen John Seger en Willy Ford op weg. Het was een hele klim. Ze bereikten de top enkele uren later. Juist toen beneden hen het horensignaal schalde dat het uur van vertrek aangaf. Ze zagen hoe de karavaan zich langzaam in beweging zette. Wat een machtig uitzicht, John. Geweldig. Huiveringwekkend, hè? Om langs die steile wand naar beneden te kijken. De gapende diepte van de kloof beneden ons is toch breder dan we hadden gedacht, hè? Ja. Daar onder ons stroomt de Zoetwaterrivier. En dan daar in het westen, in de richting waarin de karavaan trekt, die prachtige vallei. Ha, die is wel 10 tot 15 mijlen breed. Het lijkt wel een paradijs, hè? Waardoor de rivier heen stroomt als een zilveren lint. En aan allebei de kanten oevers van heerlijk groen. Om in te bijten. Oh, laat dat maar aan het vee over. Dit land is een dorado van wilde dieren. Ja, reken maar. Herten, antilopen, elanden, buffels, berggeiten, schapen, marters, noem maar op. Om van konijnen maar niet te praten. Ja. Wat een merkwaardige berg overal, hè? Het lijken wel op 1 gehoopte granietblokken. Grauw
en geweldig. Zo vreemd, hè? En de Independence Rots is wel de allervreemdste. Als je hoger kijkt, boven de vlakte en valleien, zie je een krans van bergen. De horizon wordt er helemaal door afgesloten. Ja. En daar, het verst in het westen, zie je de besneeuwde piek van Mount Hood. Ja. John, ja? Wat is dat? Wat? Die donkere plek, in die langgerekte westelijke vallei. Nee, het kan geen bos zijn, ook geen graniet. Er zit beweging in. Kijk maar, het verschuift. Buffels? Het moeten buffels zijn. Een kudde zoals we nog nooit hebben gezien. Kijk, kijk daar nog één. We zullen beneden rapporteren. Misschien mogen we morgen met de jagers mee. Ja, wij hebben ze ontdekt. Kom mee, Willy, terug naar de karavaan. Die avond, rond het vuur, werden buffelverhalen verteld. John en Willy waren de enige jongens die erbij mochten zijn. Dit was een troost, omdat hun geen verlof was gegeven de volgende dag mee op de jacht te gaan. Het was te gevaarlijk. Wie op de buffeljacht wilde gaan, moest uiterst vast in het zadel zitten. En zeker van zijn schot zijn, anders delfde de man in plaats van de buffel het onderspit. Ik heb eens buffels gezien, nou, dat zal ik nooit vergeten. Ik heb de vlakte nu zwart van de buffels gezien. Dagreizen en dagreizen lang, zo ver als het oog maar reikte. Ze kwamen voortdurend aangestroomd van verre vlakte naar de Pletterivier om water te krijgen. En eenmaal bij de rivier plonsden ze erin en zwommen ze bij duizenden tegelijk over. Er waren er zoveel dat ze niet alleen de kleur van het water veranderden, maar ook de smaak. Het was niet meer te drinken, maar ja, we moesten het gebruiken, hè. Tot nog toe was het steeds mooi weer geweest sinds ze Fort Laramie hadden verlaten. Maar deze nacht begon het te waaien. Het ging snel. Weldra stormde dat het suisde. Het leek alsof de ratelende donderslagen en de felle bliksemschichten de storm nog aanwakkerden. Wagens werden tot wrakken geslagen, zeilen sloegen los, tenten woeien om. Tegen zonsopgang echter ging de donderstorm even plotseling liggen als hij was opgestoken. De vernieling was meer dan verschrikkelijk. De helft van de wagens was ernstig beschadigd. De wagen van de familie Seger was er betrekkelijk goed afgekomen, maar het was duidelijk dat meer dan de helft van de karavaan die dag niet verder kon reizen. Er werd besloten dat de trek zich zou splitsen. Alles wat nog rijden kon, zou diezelfde dag nog vertrekken. Harry Seger bleef bij de achterste troep. Niet omdat hij niet met de snelle partij zou kunnen reizen, maar omdat hij de aangewezen man was om leiding te geven en de moed erin te houden. Bovendien kwam het hem zelf goed uit. Zijn vrouw was nog steeds slap en ziek. En hij zelf voelde zich minder goed dan hij wilde bekennen. Op de tweede trekdag schrokken de voerlui en de voorrijders van een vreemd dof geluid dat uit noordelijke richting klonk als het gerommel van een ver verwijderd onweer. Harry Seger hield zijn paard in en zocht door zijn veldkijker de krans van wazigblauwe bergen af die de groene vallei begrensden. John keek gespannen naar zijn vader. Hij dacht aan de verhalen van gisteren en aan wat hij zelf gezien had. Er waren enorme buffelkuddes in deze vallei. Buffels op drift. Ze komen deze kant op. Dwars op ons in. Met een ongehoorde snelheid. Je kunt met de kijker de omtrekken van die geweldige donkerbruine massa onderscheiden. We moeten iets doen. Ze komen aanrennen als een tornado. Ze zijn vermoedelijk opgejaagd door jagers en zullen nu door niets te stoppen zijn. Ze hollen in één richting door. Als ze over ons komen, kunnen we net zo goed begraven worden onder een lavastroom. We moeten zien uit hun weg te komen. Ja, zo snel mogelijk vooruit! Halt! 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 Mannen, zo snel we kunnen! Het geldt niet alleen onze levens, maar ook die van de dieren. De laatste wagens moeten het gevaarlijke punt voorbij zijn voordat de buffelkudde er is. We halen het niet. Die zevenkultige ruggen komt gevaarlijk nader golven. We halen het niet. Ah, wij wel, maar de achterste niet. Ren naar de achterhoede. Verzamel alle mannen te paard aan de noordkant van de achterste troep. Laat al het vee aan de zuidkant achter de wagens drijven.
Ik kom dadelijk achter je aan. We moeten dit nog even volhouden. Het is de hoogste tijd voor de laatste maatregelen. Laat ze afstijgen. Het gras en alle struiken in brand steken. Als de bliksem. Jij, John. John, rij je wat je kan. Haal er het uiterste uit. De andere volg je wel. Ik ga erachter, John. Het helpt niet. Ze komen er recht op af. Niet tegenstaande de stekende roos ze tegemoet moet waaien, rennen ze als dolle dwars op de vlammen in. Ja, de vorsten worden opgejaagd door alles wat achter ze aankomt. Vuren, mannen! Vuren! Schiet alle geweren en pistolen af! Dwars door het vuur heen! En hier aan de noordelijke punt van het vuur! Ze moeten zuidoostelijk afschenken! Alle pistolen afschieten! Uit door het vuur heen! Ook deze achterhoede met haar kostbare wageninhoud en mensenlevens moet gered worden! Het gaat erom, mannen! Als vuur en rook en schieten samen op die kelpen, dan zijn we verloren! Het helft wel! Ze zwenken! Ze zwenken naar het zuidoosten! Ah, het gevaar is geweken, mannen! Als stomme rennen ze voorbij! Wild en geweldig, maar ze jagen ons geen angst meer aan. Laat de karavaan stoppen! Onze dieren kunnen niet meer. Stoppen, karavaan! Stoppen! We zullen vandaag niet verder trekken. De ossen kunnen worden gedrenkt aan de kreek. Gras is er genoeg ten westen van de buffeltrek. Hier slaan we ons kamp op. Het vuur is doodgelopen op de zwartgewoelde aarde waar de wilde horden is overgekomen. Ah! Daar komt John aanrijden. Het heeft wel wat zweetdruppels gekost, vader. Maar we hebben het prachtig geklaard. Ja, goed dat je er bent, John. Ja, mijn maag speelt weer aardig op. Ik voel me ellendig. Ja, kom, we gaan naar onze wagen. Maar bij de wagen gekomen greep vader Seger zich opeens naar de maag, gaf over en met een wit gezicht zakte hij door de knieën. Louise en John legden hem met behulp van een buurman naast moeder in de wagen. Moeder lag in die pensia te voeden. John keek vertederd naar het kleine donkere kopje. Hij had een heel bijzonder zwak voor dit kleine zusje. Vader deed zijn ogen open. Het zweet parelde op zijn voorhoofd. John. John. Ja? Nu moet jij voor de familie zorgen. Ja, vader. Dat zal ik. En Francis is er ook nog, vader. Zware tocht door onbegaanbare prairies en bergen, gevechten met indianen en nauwelijks ontkomen aan duizenden en duizenden buffels die als dollen op hen aankwamen rennen, werd vader Henry Seger ernstig ziek en moest in bed blijven bij zijn vrouw en de pasgeboren baby in die pensia. De oudste zoon, de 14-jarige John, moest nu zorgen voor moeder, vader, zijn broertje Francis en zijn 4 zusjes plus de baby. Begin juli kwam op de avond van een warme dag Kit Carson, een van de beroemdste trappers van die tijd, in een klein landverhuizerskamp aan, tussen Fort Bridger en de Sublet Cut-off. Er stond slechts 1 wagen, 2 paarden en een aantal koeien trachten voedsel te vinden tussen de stenen en absintstruiken. Hé, hey, jongen! Dof als de bliksem dat vuur! Geen vragen! Neem die spade en schep er flink wat aarde overheen.
Waarom moest ik dit doen? Zijn hier geen volwassenen? En waarom slapen die kinderen nog niet? Die me aangluren vanuit de wagen. Het is al laat. Ze moesten al slapen. Dat zijn mijn broer en mijn zusters. Zo. Waarom moest ik dat vuur uitmaken? Omdat een partij Sioux-Indianen op het oorlogspad is. Ze mogen de rook niet ontdekken, anders lopen jullie groot gevaar. Waar is je vader? Vader en moeder liggen allebei ziek in de wagen. Oh. Hoe komen jullie hier zo alleen? Nou, de andere wagens zijn ons 2 dagreizen vooruit. Wij konden niet verder. Ik moest eerst een van de wagenassen repareren. Maar nou is die klaar. Vader heeft precies gezegd wat ik moest doen. Oh. Breng me eens naar binnen. Ik wil jouw vader wel eens zien. Hoe heette jullie? Seger. Mijn vader heet Henry en ik ben John Seger. Oh, je bent een lollig en flink joch. Ik ben Kit Carson. Oh, dat mag ik nooit doen, vuur maken in de wagen nou vader ziek is. Brandgevaar. Uw ogen wennen wel, als u maar even wacht. Achterin ligt vader. Oh, trapt u niet tegen het mandje van Independencia, dat staat links. Independencia? Onze baby. Grote hemel. Nog een zuigeling ook in dit gezelschap. Dat zijn vader en moeder. Ze slapen veel. Vader uilt soms. Maar Louise, dat is mijn zusje van 12, Louise zegt dat dat de manier is om beter te worden. Wat hebben jullie te eten? Ik heb eergisteren een antiloop en 3 konijnen geschoten. Daar eten we nog steeds van. Maar vader en moeder verdragen geen vlees. Ze drinken water. Maar ons water is bijna op. En we zijn hier niet dicht bij een bron of rivier. Het is niet zo'n goede kampplaats. Ik kan je vader niet wakker krijgen. Ga mee naar buiten. Het is hier benauwd. Het spijt me heel erg. Maar ik kan niet helpen. Ik moet door. Het treppenkamp in Green River Rendezvous moet worden gewaarschuwd dat de Sioux op komst zijn met allesbehalve vriendschappelijke bedoelingen. Ik kan zelfs deze nacht niet bij jou en de kinderen blijven. Hoor eens, John. Ja. Jij moet als de bliksem hier weg. Je spant je ossen voor de wagen en dan rijd je zo hard als je kan dag en nacht door tot je bij de troep bent. Begrepen? Ja, meneer Kassen. Dag en nacht. Als je gelijk hebt dat ze 2 dagreizen vooruit zijn, kan je ze overmorgenavond hebben ingehaald. Spaar jezelf en je ossen niet. De toestand is heel ernstig. En ik vind het ellendig jou en de kinderen zo te moeten achterlaten. Als je vader wakker wordt, zeg hem dan dat hij een goede zoon heeft. Arme ossen. Ze hebben een harde ruk voor zich. En ik kan ze niet sparen. Net zo min als mezelf of een van de anderen. Het waren volslagen aanmächtig vee en een uitgeputte jonge voerman die na een mars van 2 nachten en 2 dagen tegen het vallen van de avond het landverhuizerskamp in de buurt van Sodabron aan de Beerrivier naderden. John zag dadelijk dat het een heel bijzondere en heerlijke kampplaats was. Het water van de rivier ruiste lokkend. De paar honderd stuks vee graasden gulzig van het welig groene gras. Maar het was niet alleen het mooie waardoor hij zo'n vreemd gevoel van binnen kreeg, maar dat ze nu weer onder mensen waren. Dat hier iemand misschien was die vader en moeder en Independencia kon helpen. En dat hij eindelijk zou kunnen slapen. Ach, dat was allemaal zo'n opluchting. Mannen! Mannen, is de dokter misschien bij deze troep? Of anders een vrouw die verstand heeft van zieken? Ah, John Seger, dat heb je vlug gedaan. Is de dokter hier, meneer Ford? Ja, je de veearts bedoelt tenminste. Die is hier. Dokter, John Seger vraagt naar u. Dokter, vader en moeder zijn erg ziek. Moeder is al 2 dagen te ziek om de baby te voeden. En iets anders kan ik er niet in krijgen. Laat mij er maar even bij, John. Nee, jij blijft hier. Ik vind mijn weg wel. Ja, maar eerst al die kinderen de wagen uit. Kinderen, kom. Naar buiten.
Ja, goed zo, kinderen. Stil maar, kindje, stil maar. Nou, niet huilen. Stil maar, mijn meisje. Is je vader erg ziek, John? Ja. Eerst lag vader maar steeds te ijlen. Hij herkende ons niet meer. En nou... nou is hij helemaal stil. Ook moeder, zodat de baby in die pensie niet meer gevoed kan worden. We hebben het met suikerwater en koemelk geprobeerd, maar het lukte niet. Oh, daar komt de dokter. Hij brengt slecht nieuws, mannen. Ze zijn dood. Allebei. Harry is zeker... en zijn vrouw. Dat is niet waar! Dat is een leugen, dokter! Dat is niet waar! Het is niet waar! Ik ben graag gesmart, jongen. Maar het is zo. Het leven begint al hard voor je. Ik wil naar ze toe! Vader en moeder! Nee, jongen, het is beter van me. Houd hem tegen, mannen! Ja, nou, flink zijn, John, flink zijn. We voelen alle met je mee. Vader en moeder, dood. Ik kan vader niet mis. En moeder, lieve moeder met ons gezin. En het kind in die pensie. Hoe moet het nou met het kleine kind? Vader, moeder. John, doe niet, alsjeblieft niet huilen. Ik kan niet huilen als jij huilt. En ik wil huilen, want alle anderen huilen ook. Kom, John, kom. Jij moet de anderen troosten. Jij bent de oudste, John. Het is jouw plicht voor de anderen te zorgen, ze te helpen. Mathilde heeft gelijk, zo klein als ze is. Zij heeft het recht om te huilen. Jij niet, John. Jij bent de oudste. Jij moet de kinderen tot steun zijn. U heeft gelijk, dokter. Ik zal flink zijn. Zo zal vader het ook. Zo stil mogelijk... klommen twee vrouwen en een man de wagen in om alles te regelen voor de begrafenis. John keek somber toe toen hij juffrouw Ford met Independencia in haar armen zag weggaan. Maar hij begreep dat het voorlopig niet anders kon. Hij viel in slaap, eindelijk. Hij lag in het gras en Francis en Louise rolden hem met vereende krachten in een deken. Hij bleef doorslapen. De trek ging verder. John zat nu op de voerbank. Louise zat naast hem. Zij waren nu vader en moeder. Ze hadden al geen woord over gerept, maar voelden het beiden zo. Francis en de anderen aanvaarden Johns gezag. Francis reed te paard achter het vee. Een taaie kleine duvel, prezen de andere veedrijvers hem. Ze hadden ontzag voor die kinderen zeker. Op de avond van de tweede dag, de volgende dag zouden ze Fort Hall bereiken, een fort van Engelse pelsjagers, werd John voor de kleine raad van vertrouwensmannen geroepen die iedere karavaan regeerde. Ja. Daar is John. Ga zitten, John, in onze kring. Ja. We zullen maar meteen met de deur in huis vallen, jongen. Jullie kunt niet bij elkaar blijven. Zo'n kinderhuishouden, alleen in een wagen, loopt te slechte kansen. We hebben jullie over drie gezinnen verdeeld. Jij en Lizzie komen bij de O'Connells. Louise en Mathilde bij de Mullers. Francis en Cathy komen bij mij. En die pensie blijft bij juffrouw Ford. Dat is zo de beste regeling. Ik hoop dat je het met ons eens bent. Ja, meneer, ik begrijp wel dat u denkt dat het zo het beste is. Als ik u was, zou ik misschien ook zo denken. Maar dan zou ik die kinderen niet genoeg kennen. Ja, ik bedoel,
dat u ons eigenlijk ook niet zo erg goed kent. U weet niet hoe goed Louise kan wassen en brood bakken en allerlei dingen meer. Ze heeft het al lang voor moeder moeten doen. En Francis en Cathy kunnen erg goed voor het vee zorgen. Ja, Cathy moet alleen wel eens flink worden aangepakt. Ze heeft altijd buikpijn als ze wat moet doen. Maar we zijn streng tegen haar. En we mogen niet klagen. Nou, ik kan goed met ossen en paarden omgaan. En schieten en jagen kan ik ook. Ja, misschien beter dan u denkt. Vader zei altijd, je schiet allemachtig goed, John, voor een jongen van jouw leeftijd. Trouwens, zo erg jong ben ik ook niet meer. De volgende maand word ik 15. Nou, en dan weet ik zeker dat vader en moeder het vreselijk zouden vinden als we niet bij elkaar bleven. Wat denk je, mannen? Hij heeft merkwaardig veel van zijn vader. Hij wekt vertrouwen. Evenals Henry Seger. En dom is hij ook niet, hè? Jullie zouden dus het liefst bij elkaar blijven. En je denkt het aan te kunnen, John? Ik geloof dat Lizzie en Cathy erg lastig zouden zijn als ze bij anderen kwamen. Daar zou niemand plezier van beleven. En Independia willen we terug hebben. Wat denk je, mannen? Ja, natuurlijk. Het lijkt me niet de eerste de beste. Nou, ik stel het volgende voor. Laat ze proberen bij elkaar te blijven. Laten we het aanzien. Maar de zuigeling blijft bij juffrouw Ford. Aangenomen? Akkoord. Ja, dat is akkoord. Akkoord, aangenomen hoor. Familie Seger is in hun huifwagen met andere kolonisten op weg van het oosten van Noord-Amerika naar het onbekende westen, om daar een nieuw leven te beginnen. Het doel van de reis is Oregon in het dal van de Columbia. Na een dagenlange tocht vol ontberingen en gevaren sterven de beide ouders. En zijn de 7 kinderen Seger, waaronder een baby, geheel op zichzelf aangewezen. Dankzij het kordate optreden van de oudste zoon, de 15-jarige John, blijven de kinderen bij elkaar. Alleen de baby, Independia, wordt toevertrouwd aan de zorgen van juffrouw Ford. In het kleine Engelse Ford Hall, gelegen in de barre wildernis, kwam omstreeks half juli van het jaar 1844 de kleine karavaan Amerikaanse landverhuizers aan. Ze werden er gastvrij ontvangen. Maar als goede Britse onderdanen waren de factoren en zijn mannen hard bezig de immigranten af te raden naar Oregon te trekken. Oregon moest pelsgebied blijven en misschien in de toekomst Engels grondgebied worden. Vandaar dat Amerikaanse landverhuizers daar onwelkom waren. Zoals gezegd hopen we toch na een paar dagen van rust door te trekken naar Oregon. Wat vertel je me nou? Ja. Met wagens wil jij over de bergen naar het Columbiadal, naar Oregon? Ja. Wat bezielt je mannen? Weten jullie dan van niets? Heb je geen begrip van de woestenij waarin je terechtkomt? Ja, maar dokter Whitman, de zendelingdokter, is hier het vorig jaar toch ook met een karavaan doorgekomen? Ja, Whitman, ik neem mijn hoed voor hem af. Ik heb nog nooit zo'n flinke kerel gezien. Maar wat hij kan, kan niet iedereen. Het was gekkenwerk, ook toen hij het deed. En wat is de prijs geweest die hij betaald heeft? Aan mensenlevens, aan vee, paarden en materiaal. Ja, dat weten jullie niet. Ga niet te veel noordelijk, nee. Want dan verdwaal je in een gebied van diepe kloven, ja. Ravijnen en torenhoge bergpieken, onbegaanbare passen. Juist, juist. Maar ga ook niet te veel zuidelijk,
want dan vind je geen water. Je moet rivieren oversteken, tot 2 maal toe. Zelfs de woeste sneek. En het is nog nooit 1 troep gelukt dat te doen zonder verlies aan mensenlevens en vee. Door de geweldige kracht van de stroom. Uw woorden maken wel indruk. Maar ja, we kunnen niet alleen beslissen. Ons gemeenschappelijk doel is Horgen. En denk nou niet dat dit alles is. Oh, nee. Nog voordat je de Boisé-rivier hebt bereikt, moet je door een gebied waar 3 tot 4 indianenstammen zich aaneen hebben gesloten om de blanken de doortocht te versperren. Ja, ze hebben terecht de angst gekregen dat hun jachtgebieden groot gevaar beginnen te lopen. En als je aan de handen van de wilde ontsnapt, dan is er nog een andere vijand. De honger, want de afstand is zo groot dat de winter zal invallen voordat jullie de Cascadebergen hebben bereikt. Ja, maar ga je daarentegen naar Californië, naar het zuidwesten, dan is de route aanmerkelijk korter en gemakkelijker. U denkt dus, facteur, dat wij verstandiger doen met onze route te wijzigen en af te buigen naar Californië? Ik zou je dat ten sterkste aanraden. Ook de troepen die hier voor jullie gekomen zijn, zijn afgebogen naar Californië. Nou, dan geloof ik dat we uw raad zullen opvolgen, facteur. We hebben al genoeg tegenspoed gehad en de meesten van ons zijn ontmoedigd. Ik kan het u niet dringend genoeg zeggen en in uw eigen belang, ga naar Californië. Francis, kom mee naar onze wagen. Dit gepraat kan ik niet langer aanhoren. Ik heb een besluit genomen en wil mijn plan met jou en Louise bespreken. Ik heb me tijdens die bespreking op zitten eten van ergernis. Ja, wat wil je dan doen? Direct zal ik het je zeggen in tegenwoordigheid van Louise. Zij moet het ook weten. En we moeten het met z'n drieën eens zijn. Ah, Louise hier. Louise? Louise? John wil iets met ons bepraten. Kom even hier, wil je? Ja, wat is het, John? Luister goed. Jullie allebei. Ja? De factuur van het fort heeft de raad van vertrouwensmannen weten over te halen niet naar Oregon te trekken, maar af te buigen naar Californië. Omdat volgens zijn zeggen die route veel minder inspannend en gevaarlijk zou zijn. Ja, maar John, het kan toch best zijn dat de factuur gelijk heeft en we inderdaad beter in naar Californië kunnen gaan. Ja, in de eerste plaats vertrouw ik die raad niet. Hij wil trachten Oregon voor de Engelsen te houden. Dus is het een Brits belang dat daar zo weinig mogelijk Amerikanen komen? Ja. Maar in de tweede plaats, en dat is nog het belangrijkste, het is de droom van vader geweest een grote farm te bezitten in het dal van de Columbia rivier. Om er zo toe bij te dragen dat Oregon Amerikaans grondgebied zou worden. Ja. En die wens van vader wil ik verwezenlijken. Ik wil dat heerlijke beloofde land bereiken. Ik wil niet dat het plan zal worden opgegeven, nou we ver over de helft gekomen zijn ten koste van veel offers en grote inspanning. John, ik ben het helemaal met je eens. Als de anderen niet meegaan, dan maar alleen. We zullen er komen. De zekers zullen Oregon bereiken. Als jij wilt doorzetten, John, dan doe ik natuurlijk mee. Maar het zal wel heel erg moeilijk zijn, John. Ja, het zal moeilijk zijn. Maar het zal gaan. Luister verder. Vannacht toch moeten wij vertrekken. We mogen geen tijd verliezen en alles moet in de grootste stilte gebeuren. Ja, 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 natuurlijk. Anders dan zouden we worden tegengehouden. Maar hoe kunnen we nou stil vertrekken met de wagen en het vee? De wagen en alles moeten we achterlaten. Maar John... Ook de paarden. Want die zouden als lokka's kunnen dienen voor de indianen. Ach. Wel nemen we de krachtigste koe mee en de sterkste os om voorraden, wapens, dekens en tentzeil te dragen. Ja, ja. En dan zal ik in de wagen alles opstapelen wat we mee moeten nemen, John. Meel, suiker, gezouten spek, gedroogd buffelvlees. Mm-hmm. En de waterketel en een pan en de Bijbel. Vergeet de kampdekens niet, Louise. En ook wat naaigerij. Ja, ja, ja. Ik zal er de geweren bij leggen met kruid en lood en de waterzakken. Uh-huh. Maar er zijn nog 2 belangrijke dingen te doen. We moeten Independencia hier zien te krijgen. Ja. En ik moet een hond hebben. Oh, er zijn indianen op het fort. En een van hen heeft een prachtige wolfshond bij zich. Louise, geef mij vaders laatste tabak. En moeders zilveren medaillon. Wat?
je moeders medaillon tegen een hond ruilen? Dat oude medaillon en het zilveren kettingje dat moeder altijd heeft gedragen. Nou, dacht je dat ik het vond? Ik doe het ook niet voor mijn plezier. Maar ik kan niet iedere nacht op wacht staan. En voor de jacht is de hond ook goed. John heeft gelijk, Louise. We vinden het allemaal even naar. Haal het medaillon maar. Goed, ik zal het doen. Maar toch zie ik het belang ervan nog niet in. Wil jij dan dat de indianen ons onverhoeds kunnen overvallen? Of dat een van de kinderen door de wolven of door een grizzlybeer wordt opgegeten? Ja, geef nou op, Louise. Ja, ik heb het hier in het zakje met naaigerij. Maar eerst haal ik de portretjes eruit. Dat van vader en van jou. Als een heel klein jongetje. Zo. Alsjeblieft. Ik begrijp het wel, hoor. Ik vind het alleen zo naar. Dat vinden we allemaal. En dat is juist zo fijn, hè? Dat we dezelfde dingen naar en moeilijk vinden. Ja. En dezelfde dingen goed en prettig. Ja, John. Nou, ik ga toch maar eerst in die pensie halen bij juffrouw Fort en de wagen tegenover ons. Die hond die doe ik straks wel. Juffrouw Fort? Ja, John? Juffrouw Fort, mogen wij Independia vanavond op bezoek hebben? We hebben erin zo lang niet gehad en we zullen goed voor haar zorgen. Maar John, kunnen jullie dat wel? Zo'n kleine baby? Alsjeblieft, Juffrouw Fort. We kunnen echt heel goed voor haar zorgen. Ze drinkt nou toch koemelk. Het is zo goed. U krijgt een beetje suiker van ons. Als we vanavond en misschien ook vannacht mogen hebben. Ja, maar Independia is aan mij toevertrouwd. Als er nou eens wat met haar gebeurt, hè? Jullie zijn wel flinke en zorgzame kinderen, maar toch... Alsjeblieft, Juffrouw Fort. U krijgt 2 kopjes suiker van ons. Vooruit dan maar. Gelukkig kan deze zuigeling tegen een stootje. Hier is ze. Zal je goed op te passen, John? Ja. En denk erom, geen onverdunde melk, hoor. En scheut je lauw water erdoor, hè? Ja, Juffrouw Fort. Dank u wel, Juffrouw Fort. Independia, jij gaat naar Oregon met ons. En je zult opgroeien in een heerlijke vallei tussen bloemen, bonenstaken, tarwe, mais en sinaasappelen. Oh, John. Louise Francis, ik heb er. Oh, geef er aan mij, John. Ja, geef maar. Ja, zo voorzichtig, hoor. Ja. Dan leg ik er op de oude plaatsje in de wagen. Nou ga ik om de hond. Hij kwam terug met een prachtstuk. Een echte wolfshond. Misschien 1,5 jaar oud. Ja, eerst wou die indiaan natuurlijk niet, Francis. Oh. Maar ik had de helft van de tabak achtergehouden. En toen ik die erbij deed, toen was het goed. En Louise, het medaillon, dat heb ik niet eens laten zien. Nou, John, dan ben ik bang dat jij voor de gek hebt laten houden. Zie je wel? Hij gromt tegen je, nou je hem wilt strelen. Ach, schijn het toch uit. Ze houden mij niet zo makkelijk voor de gek. Nou, ik denk dat die indiaan denkt dat de hond wel vanzelf naar hem terug zal komen. En heeft die tabak en de hond. Ach, we leggen hem goed vast. En vannacht als we weggaan, dan loopt hij net als nou aan de riem. Die loopt nog weg als we 2 dag reizen verder zijn. Oh, ik schiet een hert en geef hem goed vlees te eten. Ja, alsof die indiaan hem geen vlees geeft. Nou ja, we zullen wel zien. Wacht eens. Mathilda moet ons helpen. Die wordt dikke vrienden met ieder dier dat ze tegenkomt. Oh. Mathilda, kom eens hier. Ja. Kijk eens wat een mooie hond. Oh, wat spraak. Wat heb ik jullie gezegd? Hij laat toe dat ze haar handje op zijn kop legt, zie je wel? Ja, John. Nou valt ze op haar knietjes, legt een arm om zijn hals en de hond gaat zitten. Hier, Mathilda, hier heb je de riem. Neem hem maar mee naar de wagen, hè? Hoe heet die? Ja, die indiaan noemde hem Jean Sasha. Ik denk hem Oscar te noemen. Oscar. Nou, neem hem maar mee naar de wagen. Kijk eens, John. Ze legt een kleine handje op de kop van de hond. En kijk eens, hij loopt los met haar mee. Die avond sliep Mathilde onder de wagen met de hond naast zich.
Ruim een uur voordat de eerste zonnestralen boven de heuvelen zouden verschijnen, begon het grote waagstuk. John had het zo ingericht dat hij een gedeelte van de nacht veewacht had. Voordat hij afgelost zou worden door een der andere kolonisten, bracht hij de kinderen een eind op weg. Hij droeg Lissy op zijn rug en Independencia goed en warm ingepakt in zijn armen. Francis droeg één geweer over de schouder en een ander in de linkerhand. Met de rechter leidde hij de os bij de halster. Louise leidde de koe en hield Mathilde bij de hand die Cathy weer vasthield. De hond Oscar liep vlak op Mathilde's hielen. Zijn snoet kwam bij haar schouder. Met het hart in de keel slopen ze verder. Zodra ze achter de heuvels waren, gaf John de baby aan Louise over. Lissy werd op de grond gezet. Wachten jullie hier op mij. Ik kom zo gauw mogelijk terug. En hij liep zo hard hij kon terug naar het kamp, waar hij, daar was hij al bang voor geweest, te laat kwam voor het aflossen van de wacht. Hij klom voor het laatst in de wagen. Dat was een hard ogenblik. Maar hij moest doorzetten. Hij liet een briefje achter. Ik ben met mijn broer en zusters op weg terug naar de Verenigde Staten. Als we ons haasten, kunnen we vanaf Green River Rendezvous nog met Kit Carson mee. John Sager. Als men hem achterna reed, zouden ze niet te vinden zijn. Hij was hard bezig hen allemaal dik voor de gek te houden. Maar iets in hem verzette zich tegen dit schuldgevoel. De fout was bij hen begonnen. Zij waren ontrouw geworden aan het gemeenschappelijk voornemen. Hij kon zich door hen in de steek gelaten voelen. En tot dit bedrog van vannacht hadden ze hem gedwongen. Hij tuurde rond naar de duistere hoeken in de wagen. Daar, achterin, hadden vader en moeder ziek gelegen. En daar waren ze. Hij slikte en slikte. Hij kreeg dat brok niet weg. Het deed pijn. En hij fluisterde. Dag, moeder. Dag, vader. We gaan naar Oregon. Allemaal. Dag. Voortrekkersfamilie Sager is met andere kolonisten in huifwagens op weg gegaan van het oosten van Noord-Amerika naar het onbekende westen, om daar een nieuw leven te beginnen. Onderweg sterven de beide ouders en zijn de 7 kinderen Sager, waaronder de baby Independencia, geheel op zichzelf aangewezen. En omdat de leiders van de grote karavaan afwijken van het oorspronkelijk reisplan, ontvluchten de kinderen Sager onder aanvoering van de oudste, John, in alle stilte het trekkerskamp, om te trachten alleen Oregon te bereiken. Het was de innige wens van vader Sager geweest, daar een grote farm te bezitten, en er zo toe bij te dragen dat Oregon Amerikaans zou worden. Opdat hun vlucht zou slagen, moesten de kinderen hun huifwagen, vee en paarden achterlaten en alleen verder trekken met de hond Oscar, een os voor het dragen van de bagage en een koe die voor de melk voor de baby moest zorgen. De rivier de Snake snijdt zich kronkelend een bedding van oost naar west door de tegenwoordige staat Idaho. Het landschap is er woest, groot, geweldig. Gapende afgronden, bodemloze kloven, steile bergwanden, reusachtige pieken en in de lagere delen verraderlijke moerassen en drijfzand.
Onder de boomgrens een wilde begroeiing waar vaak geen doorkomen mogelijk is. Boven de boomgrens een grauwe, naakte, grillig gevormde steenmassa, waar alleen de berggeiten hun leven wagen. Door dit land trokken de kinderen. Het enige wat John van de weg wist, was dat ze 300 mijlen in westelijke richting door het Sneekdal moesten afleggen, voordat ze het pelsjagersfort Boisé zouden bereiken. Ze moesten hun weg zoeken tussen steile rotswanden de hoogte in, over de bergen heen. Dan kwam ook de dorst hem plagen. Ketty klaagde over buikpijn en pijn in haar keel. Kleine, dappere Mathilde sjouwde stilletjes door. Soms biggelden dikke tranen langs haar wangen. De hond Oscar liep onrustig snuivend en waakzaam achter haar. Kleine Lizzie zag geen gevaar en de eerste en laatste druppel water was voor haar. Ook mocht ze met Independencia de schrale melk van de koe delen. Louise liep zwijgend de hele dag en klaagde nooit. Aan Francis had John de meeste steun. Francis had niet het sterke lichaam en de spierkracht van zijn oudere broer, maar hij was taai en doorzettend en zeer moedig. John, dit is vast een pad dat door dieren gemaakt is. En je zal zien dat het bij een rivier uitkomt. Oh John, het is nog wel vroeg, maar mogen we daar dan blijven voor vannacht? Ja, John? Nee, Mathilda. Oh. En jullie allemaal, je weet, we rusten pas tegen zonsondergang. Ja. We moeten opschieten. Ja. En Oregon bereiken voordat de sneeuwstormen van de herfst opsteken. De grond wordt al vochtig en sopper, John. Dit dierenpaadje loopt naar een drinkplaats. Oh, John, de hoeveelste dag is het nou al dat we op weg zijn? Ik weet het niet, Louise. Maar we moeten doorzetten en volhouden. Dacht je soms dat ik ook niet zou willen rusten? Met Lizzie op mijn rug heb ik soms het gevoel dat mijn ruggengraat zal breken. Kijk daar, John. Een mooiere plek om te kamperen vinden we nooit. Nee. Oh, gras en een grote ronde plek met hoog struikgewas eromheen. Oh, en de rivier vlakbij. Kijk maar. Kom nou maar. John, ik wil zo verschrikkelijk graag hier blijven. Mijn voeten zijn kapot gelopen en gezwollen. En ik heb zo'n buikpijn. John, alsjeblieft, John. Ik kan ook niet meer. Mijn laarzen knallen zo en ik ben nog nooit zo moe geweest. Ik gehoorzaam elk bevel van je, John. Maar ik verlangde verschrikkelijk naar om op mijn rug te mogen liggen en die knellende laarzen uit te trekken. Goed dan. We blijven. Oh, fijn. Oh, John. Dank je wel, John. Oh, kijk eens. De dieren grazen. Oh, die willen ook niet verder. Ik zal ze van hun bepakking ontlasten. Breek jij ondertussen wat droog hout van die zilverspar? En laat Mathilde wat spokkelhout bij elkaar halen, hè? Er ligt hier genoeg. En dan kan Louise vuur maken. Ja, John. Braaf, Anna. Braaf. John. Dit zijn de laatste plakken van het vlees van de bok die je 2 dagen geleden hebt geschoten. Ja, John, het wordt tijd dat je weer wilt schieten. Maak je daarover maar niet ongerust, Louise. Als dat alles was, het stikt hier gewoon van het wild. Ik weet dat we er vandaag aan toe zijn. Daarom heb ik ook toegestemd vroeger het bivak op te slaan. Ja, dankjewel, John. Het kamp maken is anders heel wat eenvoudiger dan toen we nog met de karavaan reisden. Ja. En de tent zetten we ook nooit meer op. Nee, omdat we er te moe voor zijn. Nou, en als het niet regent, gaat het best, hè? Dus lekker gerold in je deken. Ja, jullie kunnen de hele nacht doormaffen. Maar John en ik, wij houden om beurten de wacht. Oh. Toch heb ik jou en John wel eens tegelijk in slaap gezien. Ja, en hield Oscar alleen de wacht. Ja. Francis. Francis, jij blijft hier bij de kinderen. Ja. Hou je geweer goed gereed voor eventuele wilde dieren, hè? En Ketty gaat met mij mee. Oh, jakkes, nee, John. We zullen wel gauw terug zijn. Ik heb sporen van herten en antilopen gezien. Maar kunnen we nou
nou niet eerst wat eten, John? Ik heb zo'n honger. Dacht je dat ik geen ontzaglijke trek heb in een van die lekkere plakken bokkenvlees? Maar we moeten eerst nieuw wild schieten. Nou kom, dan is dat gebeurd. Waarom kan Louise niet meegaan? Ik vind het zo naar. Louise moet voor het eten zorgen. En het is goed voor je. Jij moet ook een echt wilderniskind worden. En nou stil, hè? Anders verjaag je het wild. Zo. Beweeg je niet. Oh, een antilope. Ach, John, het is zo'n mooi beest. Houd je stil. We hebben geen keus. Dood. Precies tussen de ogen geraakt, zoals vader het me geleerd heeft. Oh, dan heeft hij niet geleden, hè, John? Nee, Cathy. Hij was direct dood. En nou moet je helpen de antilopen naar het kamp te slepen, hè? Oh. De afstand is gelukkig niet zo groot. Jakkes, nee, hoor. Allee, geen gezeur en gauw. Pak beet. Ja, nou, nee, nee, okay. Nee, niet bij zijn voorpoot. Hier van achteren. Ja. Zo. Kom maar. Frances, help eens een handje. Prachtige jonge bok, John. Nou, hè? Oh, daar kunnen we een paar dagen mee voort. Zo. Oh, John. Louise, ga jij naar de rivier om de waterzakken te vullen? Terwijl ik de antilopen klaarmaak, hè? Ja, John. Goed, John. Cathy, ja? Hou de pan gereed om het bloed op te vangen. Dan kan Louise er straks met het meel dat we nog over hebben bloedsoep van koken. Ja. Nou, als je het dier hebt gevuld en de bouten losgesneden, vind ik het lang niet zo erg meer. Dan is het gewoon vlees geworden. Ja, zo is het, Cathy. Nou, zo handig als jij die bouten losnijdt, kan ik het nog niet, John. Ah, dat komt wel, Frances. Oh, dat is Louise. Oh, wat is er nou? Daar komt ze aanhollen. Louise. Een beer achteraan. Een grizzly beer. John, help me. Waar gaan we hier? Er komen nog twee jonge beren achter eraan. En ik heb maar één schot op een geweer. Oh, wat doe nou? Wat zijn jongens? Je pistolen, Frances. Ja, de beer is getroffen, maar ik weet niet waar. Als dat bent te vallen, doe rustig maar. Francis. Recht tussen zijn ogen, het is gebeurd. Hij valt bovenop ons kat. Ons kat er niet onderuit. Francis, geef me nog een geweer. De twee jonge beren komen eraan. Ze ruiken het bloed en ze zijn levensgevaarlijk, zo jong als ze zijn. Zeker op een tong gebeten. Vreselijke spanning. John,
John, we moeten Francis helpen. Die probeert Oscar onder het zware lichaam van de beer weg te halen. Wat doet hij nou? Hij rent ineens weg. Hij grijpt een stuk vlees van de dode antiloop. Daar komt een derde jonge beer door het paadje aansukkelen. Francis werpt hem het vlees toe. Ja, hij zet er zijn tanden in. Hij keert zich om. Ja, hij gaat terug met zijn prooi. Oh, het is maar goed. Er is geen geweer meer geladen. Oh, dat wist ik. Oh, Francis. Jij, Louise, dit verscheurde hemd. Moet ik die volle soms branden? Oh, Francis. Ik zal je een ander geven. Oh ja? Wat is er, Louise? De waterzak. Waar zijn die? Bij de rivier. Ik zal de geweer opnieuw laden en de zakken gaan halen. Die avond tot diep in de schemering sleepten de kinderen zich voort. Geen van hen had willen kamperen op de plaats waar de drie dode beren lagen. John en Francis droegen in een deken de ernstige wonde hond tussen zich in. Het was een loodzware, slappe vracht en langzaam sijpelde bloed door de deken. Ze trokken meer dan een mijl verder op. Hun gezwollen en kapotte voeten hadden ze gewikkeld in repen rood flanel van Francis' gescheurde hemd. Ieder droeg zijn laarzen bengelend om zijn nek. Eindelijk besloten ze kamp te maken. Kleine beken ruisten van de bergwanden naar beneden. En toen ze eindelijk insliepen, klonk dit als een troostend en sussend lied.